koortsachtige bouwactiviteiten in Amsterdam-Zuid. In 1928 werden de Olympische Spelen in Amsterdam gehouden en daar werd een gloednieuw stadion voor gebouwd. De bouw vorderde voorspoedig en terwijl de tribunes nog in de steiger stonden, werd met paardenkrachten gewerkt aan het egaliseren van de grasmat. Kort voor de Spelen was het nieuwe Olympisch Stadion klaar voor de ruim 3000 deelnemers en de vele tienduizenden bezoekers. De Olympische Spelen van 1928 waren voor Nederland tamelijk succesvol. Met gouden medailles voor wielrennen, zwemmen, boksen en turnen. Maar de Nederlandse militaire ruiterploeg verzamelde de meeste medailles. 9 maal zilver en 4 maal brons.